Het Polytechnisch College Suriname, PTC, zal voor het schooljaar 2019-2020 de laatste fase van de verhoging van de collegegelden invoeren. De eerste fase is in 2017 geweest, zegt de directeur van het PTC, Robbie Holband. Volgens hem is dit besluit genomen omdat de operationele kosten van het onderwijs gestegen zijn en de kwaliteit van het onderwijs gewaarborgd moet blijven. Holband zegt dat het PTC door de situatie in het land niet meer uitkomt met haar budget. Afhankelijk van, we hebben verschillende tarieven. Wat we noemen de wat oudere programma's, die gaan dus naar $1500. Dat zijn dus de programma's van elektrotechniek, infrastructuur, werktuigbouw, ICT. Agribusiness, laboratorium, onderwijs, agronomie, die gaan naar 1500. En dan hebben we wat duurdere programma's, zoals animal production en health. Dus alle andere die al boven 1500 waren, die zijn niet verhoogd. Die zijn op hun oude tarieven gebleven. Animal production is 3600. We hebben hydrologie is 1700. We komen met wat nieuwere programma's, waaronder de vastgoed- en makelaardij, die gaat $2500 zijn. Holman zegt verder dat de studenten vanaf 2017 elk collegejaar $250 meer zouden betalen. De overheid heeft echter in dat jaar gevraagd de verhoging aan te houden, omdat ze het PTC zou ondersteunen. Die ondersteuning is echter uitgebleven, zegt de PTC-directeur. Voor de studenten die de verhoging niet kunnen betalen, zijn er voorzieningen getroffen, verzekert Holband. Hij wijst er ook op dat het personeel al 6 jaar geen verhoging heeft gehad. Mensen gaan weg bij PTC. En wanneer we bezig zijn om nieuwe aan te trekken, komen ze vol enthousiasme. En het moment dat ze een salaris horen, dan gaan ze lachend weg. Ze vertrekken lachend van PTC, omdat die salarissen zo laag zijn. Korte vergelijking, een masterdocent bij PTC verdient rond de $3500 bruto. Als we kijken naar de resolutie die de overheid heeft geslagen voor docenten op, binnen de overheid, eerste graads bevoegdheid, wat wij dus als masterdocenten hier aankaarten, dan zitten ze bij de overheid al op 6000 bruto. Dus je ziet dat is al een tarief van 2 maal hoger. Diezelfde docent kan bijvoorbeeld ook naar de universiteit, kan naar een ander, die vergelijking die ik heb aangegeven is op VOS-niveau. Als ze naar de universiteit gaan, verdienen ze vele malen meer dan wat ze dus hier verdienen. En ik begrijp toch wel dat het op dat moment het niet interessant is voor iemand die komt werken. Zeker als ze al bij de anderen hebben gewerkt en ze denken ik wil PTC gaan ondersteunen. En ze die stap moeten maken. We hebben geprobeerd om mensen van de overheid zelfs binnen te halen. Die lachen ons ook uit. Dat was dus Robbie Holband, directeur van PTC, met wie onze nieuwsdienst heeft gesproken over de verhoging van de collegegelden. Volgens hem is het PTC ondanks deze verhoging niet de duurste opleiding in Suriname.